verhalen, een nieuwe reeks filmpjes waarin ik in gesprek ga met mensen zoals jij en ik. Het zijn gewoon gezellige, informele gesprekken over allerlei onderwerpen, zoals mentale gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, carrière, psychologische hulp, mindfulness, sporten. Andere dingen die goed zijn voor je lichaam of voor je geest. Leuke boeken, podcasts, inspirerende personen. Allerlei tips en ervaringen die we willen delen met jullie. Onzekerheid, burn-out, depressie, stoornissen, angst. Allerlei onderwerpen die ons gewoon menselijk maken. Ik wilde deze reeks starten omdat, nou ja, op social media laten we echt al vaak de beste kant van onszelf zien. Iedereen is speciaal, iedereen is bijzonder. Iedereen heeft zijn of haar eigen lessen, ervaringen, tips. En ik denk dat we gewoon zoveel van elkaar kunnen leren. En vooral als we gewoon onze menselijke kant laten zien aan elkaar. Dus daar is dit echt voor bedoeld. Nou, vandaag het eerste filmpje. Hij is echt super lang. Maar mijn eerste gast, die wilde gewoon heel veel delen met jullie en heel veel vertellen. Dus ik heb het ook bewust niet geknipt. Ik heb wel in de beschrijving hieronder de onderwerpen genoemd die we bespreken. Dus ik zou zeggen, kijk daar vooral wat jou interessant lijkt. En kijk vooral naar die stukjes. Lijkt het je leuk om ook mee te doen hieraan en samen in gesprek te gaan? Stuur me dan een berichtje. We bespreken alleen wat jij wil, delen, waar jij comfortabel mee bent. En that's it. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Ik hoop dat het je inspireert of helpt op welke manier dan ook. Als je vragen of opmerkingen hebt, laat het me dan alsjeblieft gerust weten. En laat me ook weten wat jullie ervan vinden. En voor nu heel veel kijkplezier. Nu vind ik het wel raar om te praten. Ja? Ja. Oké. Probeer het even te stemmen. Hoe zeg ik mijn intro altijd? Hallo allemaal! Vreselijk, normaal vind ik het niet erg, maar iemand anders erbij is. Oké, hallo allemaal. Welkom bij een nieuw filmpje, dat zeg ik altijd. Altijd. Ja, altijd. Moet ik het nu doen? Nee. Nou, ik heb vandaag mijn eerste gast. Voel je niet speciaal? Dit is een serieus filmpje, ja? Voor degenen die hem nog niet kennen, het is een hele speciale gast. Want dit is mijn man. Hallo. Welkom. Dankjewel. In mijn make-up kamer. In je eigen huis. Ja, wij zitten letterlijk gewoon in een kamer tegen een muur aan. En dachten, we gaan gewoon filmen. Wat ik belangrijk vind aan filmen, wij kennen elkaar natuurlijk heel goed. Maar is wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat heb ik ook van tevoren aan jou gevraagd. Dat we het gewoon alleen hebben over dingen waar jij je comfortabel bij voelt, die jij wilt delen. Het is echt bedoeld gewoon om ervaringen te delen waar je zelf prettig bij voelt. En niet voor juicy gossip mag, als je die hebt hoor. Voel je vrij. Maar daar is het dus echt totaal niet voor bedoeld. En dat eigenlijk. Ja, ik ben zelf vrij open, dus het hangt een beetje vanaf wat je vraagt. Ja, en als er iets is waarbij je zoiets hebt van, nou, daar gaan we niet verder op door, dan gaan we daar niet verder ja, op door. Ja, ik voel het wel. Ja, ik heb heel even zijn telefoon gepakt. Dit is voor mij ook de eerste keer, dus het is ook gewoon een beetje een eerste testproefronde. Ja, dankjewel. Dus ik heb gewoon een beetje aantekeningen voor mezelf gemaakt van dingen die ik wil vragen of onderwerpen die we kunnen bespreken, maar ik kijk van hoe het gesprek loopt. Maar laten we beginnen. Ja. Nou, misschien is het gewoon fijn om te beginnen als je jezelf gewoon heel even kort voorstelt. Naar wie kijken de mensen nu? Wie ben je? Naar wie kijk je? Nou, mijn naam is Anthony Durga, maar iedereen noemt mij Tony. Ik ben een Surinaamse jongeman, niet zo jong meer eigenlijk, maar goed. Heb een broer en een broertje, kom uit een gescheiden gezin.
Ik ben altijd een vrij dromige jonge man geweest die zijn aandacht overal en nergens is. Dat is iets wat veel mensen niet aan mij merken, omdat ik ook een hele sociale kant heb. Maar je kan het aan haar ooit vragen. Is, voor iemand die met mij leeft, kan ik best wel afwezig zijn. En heel erg in mijn eigen gedachten en heel erg in mijn eigen wereldje. Ja. En ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in dingen zoals nieuwe technologie. Shit die gebeurt in de wereld. Mensen helpen vind ik heel leuk. Ik heb ook heel veel, ik haal heel veel energie uit, bijvoorbeeld mensen helpen met solliciteren en dat soort dingen. Ja, ik vind het echt super entertaining om te, om te checken wat nu allemaal gebeurt in de wereld. Dus het is echt een unieke tijd. En heel veel shit gaat veranderen en niemand heeft zelf door hoe groot impact het allemaal heeft. Qua werk ben ik wat ze noemen een product manager. Ik begin volgende week met een nieuwe baan. Het houdt in dat ik een team aanstuur van IT-mensen om dingen te maken zoals apps. Dus degene die een soort van bepaalt wat je dan moet doen. En een super groot hobby van mij is gamen. En ja, je zal merken in het gesprek dat ik best een aparte jongeman ben. Dat kan ik bevestigen. Dus je zal het zien. En je hebt een hele lieve vrouw. Ja, ja, ik ben getrouwd met een vrouw. Oh ja, en ik ben getrouwd. Nu naast me, we zijn bijna 10 jaar samen volgens mij. Volgens jou. Precies. En zij heeft mij wel vrij rustig goed getemd. Oké, dankjewel. Maar ik vond het een... ik vond het zo mooi hebt voorgesteld. Ja, was het een goede omschrijving van mij als persoon? Ja. En ik krijg het even hier als goed nodig, dan pak ik het. Als je jezelf in 3 woorden zou moeten omschrijven. Zo, echt sollicitatie. Nee, maar niet die positieve eigenschappen of zo. Of je ontwikkelpunten. Gewoon zo niet voor. Je maakt je bijzonder. Nee, daar ben ik toch zo goed in sollicitatievragen. Ja, okay, ik ben echt super goed erin, maar... Nee, maar gewoon even ja, niet serieus, voor sollicitatie bedoeld. Gewoon in 3 woorden, wat komt er je op? Dromerig is 1. En niet dat ik zelf McDreamy ben, maar dat ik zelf juist heel erg in mijn eigen hoofd en eigen wereld zit. Ja. Aspect daarvan is dat ik daardoor ook best wel creatief ben. Is dat het 2e woord dan? Nee. Dat is allemaal in dromerig. Oké. Okay. Niet vals spelen, nee, maar... Het omvat het gewoon perfect. Ja, oké. Okay. 2e is dat ik ook wel... Free spirit ben. Iemand die ook wel echt soort van doet en denkt wat hij zelf wil. En ook eigenlijk overal zijn eigen blik op heeft. En zijn eigen mening over dingen heeft. Yeah. En het 3e woord dat in me opkomt is coacherig. In de zin van ik wil altijd wel mensen helpen of mensen advies geven. Daar haal ik super veel energie uit. Yeah. En dat heeft een hele positieve kant. Want ik heb ook daarbij heel veel mensen kunnen helpen. Maar soms is het ook wel gevraagd. Bij zo'n vriendenlijst zit er altijd op de bank om te wachten. Vooral pras niet. Dus ik moet soms ook wel een beetje leren om mezelf in te reinen. Omdat ik zo enthousiast over dingen kan zijn. Ik ben een beetje... Ik lijk waarschijnlijk als persoon best wel anders dan dat ik in werkelijkheid ben. Ik lijk waarschijnlijk heel erg sociaal en heel erg gestructureerd. En iemand die echt een plan heeft en soort van volgens stappen doet. Terwijl als je mij kent, ben ik juist heel erg introvert, heel erg eigenlijk op mezelf, overal nergens in mijn hoofd en juist ja, een beetje tegenovergestelde. Oké, dus even kijken of ik goed heb geluisterd. Ja. Droomrecht. Ja. Coacherecht. Ja. Wat is dat 2e nou? na 10 jaar zou je dat wel moeten weten. Het is even mijn kernwaarde, iets wat ik het belangrijkste vind in het leven. Wat dan? Oh ja, free spirit, vrijheid. Ja, vrijheid. Ja, oké. Okay. Zijn mooie woorden. Nou, ik... mooie woorden voor een mooie persoon. Het is zo grappig, want omdat ik het nu met jou doe, ben ik waarschijnlijk zelf ook heel anders dan ik het met iemand anders zou doen. Nou, ik dacht dit is dus gewoon even kennismaking met jou, even dit eerste stukje. Ja. En ik dacht, nou, wat ik zelf wel leuk vind altijd, is de this or that. Het zijn gewoon 2 opties en dan mag je gewoon kiezen
wat het beste bij jou past. Het is gewoon meer om even, het is even de ijsbreker, dat iedereen jou op die manier ook een beetje beter leert kennen. Dus ik heb het echt net zitten bedenken, dus ik heb er niet heel veel en ik heb ook geen goede, maar geen niet. Ja, ik had de eerste al stiekem gelezen. Oh! Dacht ik met een glance zo. Nou ja, zeg. Oké. Okay. Misschien ga ik niet eens allemaal doen. Oké, okay. Nou, heel veel dingen weet ik zelf wel, maar ik doe gewoon even alsof ik niks weet. Ja? Ja. Oké, okay, koffie of thee? Ja, die heb ik dus gezien. En tegen koffie zeg ik, godverdamme. Ik heb het misschien één keer in mijn leven gedronken. Dat is alleen maar omdat jij ermee kwam. Daarvoor heb ik nooit koffie gedronken. Dus ik drink altijd thee. Ja, hij haat koffie. Oké, okay, winter of zomer? Zomer. Dat is duidelijk. Strandvakantie of een stedentrip? Strand. Okay. Ik zou gewoon echt heel de dag kunnen liggen gewoon op het strand, gewoon chillen en niks doen. Dat dat weet je, dat jij me altijd bezig duurt op stedentrips. Ja. Volgende vraag. Okay. Misschien moet het een keer andersom doen, als jij het aan mij vraagt. Dan ja, oké. Okay. Netflix of YouTube? Oeh, moeilijke. Maar YouTube. Netflix, omdat het gewoon leuk is voor entertainment, YouTube, omdat ik basically alles wat ik ooit wil weten of waar ik vragen over heb, zoek ik gewoon eigenlijk voornamelijk op YouTube. En dan klinkt dat misschien als hele kleine, simpele, domme dingen, maar ik heb best wel een goede baan en carrière waarvan ik heel veel aan te danken heb aan YouTube, omdat ik het gewoon letterlijk de moeite heb gedaan om het op te zoeken. En dan bedoel je gewoon andere mensen die daarover vertellen? Ja, precies. Ja. Over letterlijk alles. Ja, zeker. Oké. Okay. Cardio of krachttraining? Kracht vind ik fijner. Ik vind cardio moeilijker. Oké. Okay. Als je bijvoorbeeld bezig bent of onderweg bent, luister je dan liever naar muziek of naar een podcast? Zijn toch wel een paar lastige? Ja, ja, die is wel lastig. Ik hou heel erg van muziek. Maar als ik een onderwerp heb waar ik echt met mijn hoofd en ook echt met mijn hoofd helemaal in de reet van zit, dan kan ik daar ook heel erg obsessief over zijn. En dat heb ik nu dus met cryptocurrencies. Dat ik heel de dag films aan het kijken ben over dus blockchain en bitcoin en dat soort dingen. Moeten kiezen? Dan zou ik zeggen YouTube. Daar zijn we niet! Ja, YouTube is voor mij podcast eigenlijk. Maar het was... Als het echt is podcast of muziek, dan is het muziek. Oké. Okay. En als het okay. zijn YouTube of muziek, is het YouTube. Ja, oké. Okay. Die is er niet, maar bedankt voor deze aanvulling. Oké, okay, ja, dit is eentje. Dit is altijd een beetje, iOS of Android? Hier wat zijn eigen ruzies over. Hè? Misschien moet ik deze gewoon schrappen uit mijn vragenlijstje, maar... Ja, kijk, ik werk zelf in de IT, dus ik heb heel veel te maken met allebei. Als ik een persoonlijke voorkeur moet geven, dan zou ik meer neigen naar Android. En dat komt meer omdat ik Apple best iets te gesloten, iets te premium vind doen naar mijn gevoel. En ik denk dat Android dat meer value for money is. En ik neig vaak naar waarde halen uit mijn geld. Oké. Okay. Maar ja, aan de andere kant, je hebt ook dingen zoals Clubhouse en dat heb je helemaal niet. Nog niet op Android. Nog niet, denk ik. Ik heb een oude iPhone en een nieuwe Android telefoon. Ja. Oké. Okay. De was doen of afwassen? Afwassen. Want ik doe nooit de was. Nee, dat is afwassen is jouw taak. Ja, het is wel vreselijk, want het komt heel veel terug. De was ook. Oké, okay. Dat weet ik namelijk. Oké, okay. Pizza of pasta? Pizza. Ja, die was wel duidelijk, hè? Oké, wat vind je belangrijker in een partner? Dat zeg maar iemand slim is of iemand grappig is? Wat een fucking levensvraag. Zeg. Dat is een goeie, hè? Ja, dat is een hele goeie. Ja.
Dus eigenlijk vind ik het belangrijk om lol te hebben met iemand of om met iemand een soort van... Goede gesprekken te voeren. En te kunnen sparen. Mijn eerste gevoel zei, grappig en lollig. Mm-hmm. Maar ik denk dat het in mijn geval slim is. Oh, dank je. Want, grapje. Dat ik ook, ik denk als ik niet met iemand kan, een soort van kan engageren, in ieder geval met mijn partner over dingen die mij bezighouden, ik denk dat het op een gegeven moment op de lange termijn meer zou ophopen, meer zou vestigen. Oké. Aan de andere kant, als iemand niet grappig is, jezus man. Ja, waarom ben je zo? Waarom ben je zo? Dus, toch? Slim? Ja. Oké. Dit is zeg maar de ultieme vraag. Je hebt zeg maar een toiletrol. Moet die naar beneden hangen? Zeg maar naar de muur of van de muur? In mijn hoofd van de muur. Maar dat doe je niet altijd. Dus niet zeg maar, je trekt hem niet van onder, maar van boven. Ja, van boven. Ja. Ja, zo hang je hem niet altijd. Lekker belangrijk, man. Ja, hij vindt dat niet belangrijk. Dat is een merk. Oké. Ben je een early bird of een night owl? Een nachtvogel, denk ik. Oké. Heb je liever, zeg maar, spontaniteit, of het gewoon volgens de planning gaat? Ah, ook een moeilijke vraag. Het hangt heel erg bij mij vanaf in welke situatie het is. Maar ik denk dat ik zelf meer... naar planning neig, denk ik. Ja, planning. Ja. Nou, voor jou is het waarschijnlijk alweer. Ja, maar ja, we hebben het over. Waar denk je dat aan? Elke keer als ik naar een restaurant ga, bestel ik letterlijk hetzelfde. En als ze me vraagt van wat wil je eten vanavond, dan zeg ik waarschijnlijk heb ik 3 keuzes. Ja. Of pizza, sushi of iets anders. Ja. Oké. Ik kan een beetje opstaan. Ja, film of boek? Boek. Ja. Oké, de laatste. Ik denk dat iedereen dan wel een beetje een beeld van je heeft. Wat vind je belangrijker of leuker of geef je voorkeur aan? Is het zeg maar echt sporten, dus fysiek trainen, je lichaam? Of is het mediteren, dus eigenlijk een mentale training? Als ik het een of het ander kan doen, voor altijd in mijn leven? Ja. Dan zou ik fysiek trainen. Oké, en wat vind je leuker? Zo. Nou, sowieso haat ik mediteren. Ja. Ik ben echt helemaal geen ruk aan. Maar ik doe het wel. En ik vind wel het idee erachter vind ik heel erg fascinerend. En ja. Ik ben zelf ook bezig met dingen zoals Wim Hof, zoals koud douchen, ijsbad, diep ademhalen, dat soort dingen. Ja. Maar als je nu zou vragen van, hey, wil je nu even lekker een sessie gaan ademhalen? Wat ik trouwens nog moet doen vandaag, ga doen na deze dingen. Of je gaat even buiten sporten, dan zou ik denk ik liever sporten. Dus er bij mij meer weerstand in mediteren en stilzitten. Ja, oké, dat waren ze. Nou, dat was het eerste gedeelte om jou beter te leren kennen. Ik hoop dat iedereen wel een beetje een beeld van je heeft nu, wie je bent als persoon. Dan, oké, dan gaan we nu gewoon over naar het... tweede gedeelte. En yes. Ik weet nog niet wat die moet noemen. Real talk. Ja, real talk met real tea. En real Tony. Ja, dat is ook de tea. Oké. Nee, laten we gewoon beginnen. En ik had het in mijn hoofd anders, maar weet je wel, ik wil het gewoon juist. Hoe noem je dat dan? Hoe noem je dat? Spontaan. Spontaan en meer interactief. Je had het net al over mediteren en dingen die je belangrijk vindt. Ja. Toch? Wil je daar meer over vertellen? Want mediteren, dat hoor je nu best wel veel. En opeens hoor je dat best wel veel. Hoe ben je daarop gekomen en wat brengt het jou? Waarom doe je het eigenlijk? Wat een vraag allemaal.
Ja, ik ben al met dit soort dingen bezig sinds best wel jong af aan. Het idee van zelfontwikkeling is bij mij een hele grote thema geweest in heel mijn leven. Ja. En dat is bij mij op vrij jonge leeftijd begonnen, dus denk ik rond 15, 16 jaar. Ja. Zoiets. Ben ik daar actief mee bezig en ik ben zelf, wat ben ik, 32? 32. Ik ben 32, dus dat is zeg maar de helft van mijn huidige leven. En daarbij moet je bedenken dat 16 jaar geleden, toen was, nu is het best wel common dat mensen dat doen. Ja. Toen ik het in die tijd naar dat soort dingen op zoek was, was echt één, wilde westen met wat voor informatie je allemaal kon vinden. En twee, het was niet echt maatschappelijk geaccepteerd. Heel veel van die wellnessen ideeën, dus het was een beetje raar en awkward dat ik daarmee... Dus jij was toen, zoveel jaar geleden, was je op zoek naar dat soort dingen? Ja, kijk. In het kader van zelfontwikkeling. Ja. En dat kwam eigenlijk vanuit een van mijn eerste relaties, dat mijn tedere 16-jarige hartje was gebroken. En ik was toen echt een hele, noem je dat, heel erg ja, soft, lief, ook wel klingy, heel romantisch. Dat had ook een hele creatieve, liefdevolle kant. Ja. Maar echt opgevoed door mijn moeder, weet je, die zelf gescheiden is van mijn man. En mijn man is een hele dominante Surinaamse guy. Wat, ja, gewoon heel cliché. Dus wat zegt een moeder dan altijd tegen zijn kind? Zegt zijn zoon van, ja, je vrouw altijd goed behandelen en super romantisch zijn en dit en dat. En ja, alles doen voor haar. Precies. En wat ik toen heb geleerd is dat dat leuk is voor een... voor de meeste meisjes in de eerste maand, dat het daarna op een gegeven moment gewoon verschrikkelijk wordt. Ik moet echt lachen dat we echt gewoon mediteren. Ja. Op mediteren op zijn punt, ja. Maar er is een... er is een aanknopingspunt. Kijk. Dus toen was mijn hart gebroken en ik had toen op dat moment zoiets van, fuck, ik gedraag me als een bitch. En ik wil geen bitch meer zijn. Ik moet mezelf gaan ontwikkelen om gewoon, als ik dingen wil hebben in mijn leven en ik wil niet worden belazerd, ja, dan moet ik gewoon, ja, een soort van op die journey gaan om mezelf te ontdekken en mezelf te vermannen, om wat assertiever te worden, et cetera. En op een gegeven moment ben ik daar dus onderzoek naar gaan doen van, oké, okay, voor als een hele verlegen introverte jongen, hoe communiceer ik? Hoe kom ik goed over? Hoe krijg ik mensen mee in gesprekken? Heel frankly, hoe versier je meisjes? Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel daarvan geweest. Maar dat leidde me eigenlijk naar een hele zelfontwikkelingsroute. En op een gegeven moment, omdat ik zelf altijd vanaf jongs af aan best wel veel angst, heel angstig ben en ook last heb van sociale angst. En dat is bij mij denk ik iets, ja, het heeft heel veel te maken met hoe mijn leven is geweest, maar het heeft ook heel veel te maken met, zal ook wel gedeeld genetisch zijn, zeg maar. Ja, daar kunnen we het zo wel even meer over hebben. Precies. Heb ik dus altijd heel veel last gehad van dingen zoals sociale angst. Ook gewoon zelf simpel om zoiets als een podcast maken is voor mij best wel een hele stap ver waarvan ik weet van dat ik het ga doen, maar wat ik ook wel een poosje aan het uitstellen ben. Dus ik geef nu alvast aan dat ik het ga doen en eigen je podcast. Je hebt je mensen die je eraan kunnen houden. Eigen podcast komt eraan, ik kom met een nieuwe op met camera. Het zal waarschijnlijk gebeuren in de komende weken. Ja. Ik ben nu bezig met content waar ik hem over wil hebben. Maar nu heb ik die commitment ook vastgelegd. Maar dan kom je opeens dus erachter dat in sociale situaties, dat je dan heel erg trekt naar je hoofd. En heel erg daarin vastzet. En ik heb toen juist, zoals iemand die dan ook echt een dromer is, heb ik heel erg moeten leren om uit mijn eigen hoofd te stappen. Mm-hmm. En daar was toen, dus rond ik 17, 18 jaar was, ben ik toen meditatie tegengekomen als een manier om uit mijn hoofd te stappen. Oké. Dus gewoon echt uit je hoofd te komen. Precies. Dus meditatie is voor mij begonnen als iets sociaals. En niet als iets wat mensen nu hebben, is om een soort van stress te dempen. Ja. Want dit was het voor mij specifiek om in sociale situaties mezelf te kunnen zijn. En nu is het dan verder ontwikkeld naar iets waarbij ik het gewoon doe van, oké, mijn hoofd staat altijd aan, is altijd bezig met gedachten, dus ik moet nu een soort van juist, gebruik eigenlijk meditatie om juist in mijn lichaam te komen. Een soort van te connecten met het hier en nu. Ja, en
ik probeer zeg maar ook vragen te stellen, zodat degenen die luisteren en kijken daar ook dingen uit kunnen halen voor hunzelf. Ja. Hoe mediteer je? Hoe mediteer je? En ja, wat vind jij een fijne manier om te mediteren en wat zou je ook anderen kunnen aanraden daarin? Want de meeste mensen die ik wijspreek, die vinden mediteren nog heel lastig. Mensen zijn op zoek naar hoe kan ik het beste doen. En als we het doen, dan is het vaak gewoon lastig. Lastig volhouden en het is gewoon lastig. Hoe mediteer je en wat gebruik je daarvoor? Ja, dus er zijn twee apps die denk ik heel de fucking wereld tegenwoordig bijna wel gebruiken. Dat is Headspace en Calm. Yeah. Ik vind zelf Calm een hele fijne, omdat ik haar stem gewoon fijner vind dan die van Headspace. Yeah. En ze hebben de daily meditations. Dus als ik in een mood ben om geen meditatie te doen, is het heel makkelijk om gewoon Headspace, Headspace, Calm aan te zetten. Yeah. En dan de daily Calm te volgen. Dat duurt dan 10 minuten. Yeah. Dan mediteer je, weet ik veel, 7 minuten of zo. En daarbij, de laatste 3 minuten vertelt ze nog iets interessants en een levensles voor de dag, wat mooi is om mee te nemen. Daar krijg ik een mooie quote bij, een mooie plaatje. Dus dat heeft wel een soort van, je nadat je het hebt gedaan, dan word je een soort van beloond met iets leuks. De betere, soort van dat is de vorm van meditatie die ik doe wanneer de drempel voor mij gevoelsmatig hoog is. Ja. En wat ik heb geleerd, wat heel erg bij mij helpt, is als de drempel hoog is, probeer dan iets te doen. Wat niet de drempel overheen gaat, maar wel zit in de juiste richting. Dus een, okay. Dus een kleinere stap. Yeah. Als ik soort van echt de real meditatie doe, dan is dat meditatie zonder app, muziek, geluid. Maar dan is het gewoon strikt ik die zit in een stoel of op de bank. En die gewoon ook niet mijn gedachten probeert te controleren of wat dan ook. Ik probeer het gewoon te laten zijn voor wat het is. Gewoon stilzitten en ja, dat een beetje op je af laten komen. Precies. Ik zet dan letterlijk gewoon een wekker aan voor hoe lang ik het wil doen. Langs wat ik heb gedaan is een uur. En dat is best wel intens. Ja. Om een uur stil te zitten. Maar zo ben ik het gaan opbouwen op de eerste 10 minuten, 20 minuten. En zo verder. En ik heb er weer een poosje gedaan. Dus als ik nu weer begin, is het weer 10 of 20 minuten waarschijnlijk. Ja. Maar wat je dan eigenlijk laat doen is, als je hoofd een inbox is die vol zit met mails, laat je hoofd gewoon al die mails gewoon sturen, binnen laten komen en gewoon doen wat het moet doen. En dat probeer je te observeren, maar lukt het niet, wat een groot gedeelte van de tijd vindt, is dat ook gewoon prima. Yeah. Maar je bent eigenlijk gewoon je hoofd, op die manier laat je hoofd zichzelf legen. Yeah. Ik weet een van de dingen die me heel erg is bijgebleven van Wim Hof, is dat iemand een keertje een interview aan hem vroeg van, waar zit je aandacht wanneer je aan het ademhalen bent of aan het mediteren bent? Ja. En zijn antwoord erop was nergens. Ja. Niet op je ademhaling, niet op een scherm, doen alsof je in een bioscoop zit en een scherm voor je zien, of niet de lucht met wolken in je gedachten zijn. Ja, maar gewoon nergens. Nergens. Echt zijn. Dat is dus wat ik dan zou aanraden met meditatie specifiek. Ja. Volgende ding wat ik zou aanraden, wat ja, voor mij echt heel veel brengt en nog steeds ook heeft gebracht, is dus de Wim Hof methode. Ja, dat heb je al een paar keer genoemd, dus precies. Misschien kan je ja, het uitleggen. Voor de mensen die dat niet kennen, Wim Hof is een Nederlandse man die een aantal best wel lang geleden een heftige ervaring heeft gehad dat zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd. En dat voor hem was de trigger om soort van, dan in die tijd uit zijn depressie is hij toen in de winter is een keertje in Amsterdams meer is hij gaan zitten. En daar heeft hij eigenlijk de kou ontdekt, dat de kou een hele meditatieve, harde, maar hele pure werking heeft op hem. En sindsdien, 20 jaar later of zo, heeft hij wereldrecords gezet en echt shit gedaan die gewoon daarvoor men niet dacht dat het mogelijk was. Hij heeft ontdekt dat je lichaam die regelt heel veel shit automatisch met het autonomic nervous system. Yeah. En hij heeft gewoon laten zien dat dat gewoon gecontroleerd kan worden door de mind. En dat is echt gewoon een step change. Hij heeft laten zien dat je gewoon terwijl hij zit in ijs,
voor 1 of 2 uur lang, dat hij zijn eigen temperatuur gewoon hoog kan houden van zijn lichaam. Ja, dat het ook heel veel positieve effecten heeft op je gezondheid. Precies. En, ja, ik zal sowieso wel de dingen die we nu noemen en bespreken, daar zal ik wel meer informatie in de beschrijving over zetten. Als ja. mensen daar geïnteresseerd in zijn, dan kunnen ze daar meer over lezen. En om een lang verhaal kort te maken, want ik ben best wel onderdraaglijk volgens mij in heel het interview. Maar hey, it is what it is. Daarom. Ik ben een aantal jaar geleden ben ik met een groep en Wim Hof zelf ben ik toen op reis gegaan naar Spanje. En ik was toen al bezig met zelf ijsbaden doen en zijn methode bestaat uit ijs, de kou en de ademhaling. En de ademhaling is krachtiger dan het ijs, zou ik zeggen. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, check vooral dat, want daar zit zoveel kracht en genezing en dingen in. Maar toen heb ik dus ook voor mezelf ontdekt, toen ik in het ijs zat, dat ik mijn eigen temp naar 5 ijsbaden elke dag te hebben gedaan, dat ik mijn eigen temperatuur kon regelen. En toen klikte het in mijn hoofd. Toen wist ik dat die dingen die hij vertelt en wat het allemaal zeggen, dat het echt was. En ik moest het ervaren om het te begrijpen. Ik heb toen een kwartier of 20 minuten lang in het ijs gezeten en ik had het gewoon warm. En ik had op een gegeven moment, als ik zo diep aan het concentreren en zo gefocust op ademhaling en op de warmte in mijn lichaam, dat ik het gewoon te warm begon te krijgen en toen iets meer moest ontspannen. Terwijl je in een ijsbad zat. Ja. Ja. Echt een heel koud ijsbad in de zin van dat mijn vingers en voeten gewoon pijn deden toen ik erin ben gaan zitten. En dat ik dat toen heb ontdekt. Ja. Nu heb ik het natuurlijk gehad over meditatie, ik heb het gehad over de Wim Hof methode, wat voor mij de 2 pilaren zijn voor mindfulness. Ja. Eigenlijk in connectie met je lichaam teruggaan. Ik zelf ben ook iemand die dan juist heel erg in zijn hoofd zit. Is het heel erg moeilijk voor mij om die connectie te maken. En daarom probeer ik ook heel veel tijd en energie in te investeren. Ja. Wat ik heel erg wil meegeven als waarschuwing van wat ik heb geleerd, mm-hmm. is dat dit geen band-aid moet zijn of een pleister moet zijn voor dieper liggende problemen. Heb je last van diepliggende angst of heb je iets traumatisch meegemaakt, dan moet dat op zich, of ben je ongelukkig in je werk of in je baan, dan is het heel makkelijk om naar meditatie en naar zoiets als de Wim Hof methode, die heel erg krachtig is, te grijpen als een pleister. En dat je dan op dat moment, wanneer je dat doet, goed voelt. Maar het is geen structurele oplossing. Nee, het is bijna dan een afleiding, zou je kunnen zeggen. Ja, en het kan heel goed werken in combinatie met wanneer je dus wel werkt of in therapie gaat of werkt aan dat soort dingen. Ja. Dan kan het heel ondersteunend zijn, maar het moet niet de oplossing zelf zijn. Als je andere type problemen hebt van een andere nature. Ja. Nou ja, het is denk ik sowieso wel goed om, als je ergens mee zit, het is natuurlijk niet slecht om je met die dingen bezig te houden, maar het is niet de oplossing. Ja. En ik denk ook wat je vaak hoort is dat, en ik denk dat wij zelf ook wel de neiging hebben, is dat als je je slecht voelt, of dat je, als je je slecht voelt, nou, we hebben te lachen omdat het toevallig nu speelt. Of als je iets meemaakt, je zit met iets of je voelt je gewoon niet lekker in je vel. Dat je dan de neiging hebt om dit soort dingen te doen. Maar zodra het weer beter gaat, denk je van oké, ik voel me weer beter. En dan besteed je daar geen aandacht aan. Ja. En het is net zoals... Ik kom altijd after the fact. Ja, het is net zoals als je wil afvallen, dan daar doe je heel veel moeite voor. En dan ben je het en dan ga je weer met je slechte gewoontes oppakken. Precies. Oké, dus dat zijn wel... Sorry, ik moest dan weer heel even zelf... Nee, dus dat zijn dingen die jij voor jezelf doet, eigenlijk voor je mentale gezondheid. Ja. Ook je fysieke, ook je gezondheid, laat ik het gewoon zeggen. Ja, want het koud douchen natuurlijk is ook fysiek, doet superveel. Ja. En het ademhaling doet heel veel voor je zuivering van je bloed. Zeg maar. Mocht iemand, dat wilde ik dan vragen, van deze dingen klinken best wel zweverig. Ja. Toch? Zelfs nu nog, terwijl dit soort dingen heel veel nu, maar het klinkt best wel zweverig, maar jij hebt wel echt de positieve effecten ervan. Ja, zeker. Ervaart wel de positieve effecten. Ja, en het is ook gewoon anders per persoon. Ja, zeker. En ik denk een van de dingen wat ik denk dat heel sterk is aan mezelf, fijn van dingen waar ik heel blij mee ben van mezelf. Ja. En er zijn genoeg dingen waar ik niet blij mee ben, maar dat is dat ik heel erg... Oh, zo zielig.
Want ik altijd wel op zoek ben geweest naar nieuwe dingen. Ik zit een beetje in die fringe van... Ik ben heel erg naar dat soort dingen op zoek geweest. En dan kom je, ik ben best wel veel dingen tegengekomen die het echt totaal niet van me werken. Nee. Maar de dingen die je dan vindt die wel werken, die zijn dan heel goed. En kijk, nu is zoiets als Wim Hof bijvoorbeeld, is heel erg populair. Maar ik was er denk ik vijf jaar geleden. Was ik er mee bezig, net voordat het... Ja, populair. Netflix kwam. Precies. Ja. En ik was dan al eigenlijk bezig met de kou. En toen zei een mentor van mij, of iemand tegen wie ik heel erg opkijk, die zei tegen mij van, hey, dus jij ook al gekoud? Ken jij Wim Hof? Ja. Check dat, want daar zitten waarschijnlijk heel veel in. En dit gaat heel erg groot worden en exploderen. Ja. Zei ik, dus nu heb je nog een kans om, als je een workshop volgt, dat je dan waarschijnlijk nog persoonlijk van hem begeleid wordt. Nou, ik zeg ook even dat zweverig, omdat toen jij dat begon te doen, toen had ik echt zoiets van, oké, wat ben je aan het doen? Dus ik vond het echt super zweverig. En het is niet alsof ik zoiets had van, doe het niet, maar ik moedigde het ook niet aan. Toch? Ik vond het gewoon een beetje gek en raar en ik wilde er zelf ook niet echt iets mee te maken hebben. Dus dat zeg ik nu bewust, omdat... Ja, ik vind dat jammer van mezelf dat ik zo heb gereageerd. Snap je? Ja, het is gewoon meer... Het is juist als iemand iets doet wat... Weet je, iemand is gewoon iets aan het ontdekken of dat werkt voor diegene of niet. Dus ja, ik heb dan nu zoiets van, nou, laat diegene lekker ontdekken. Weet je wel? En ik heb, uiteindelijk heb ik het ook gedaan en ik zelf ook de positieve effecten ervan ervaren. Maar dat wil ik wel even ook meegeven. Weet je wel, dat zijn mensen gewoon... Soms als iemand iets zegt, ja, ik ben nu dit aan het doen, dat mensen reageren dan van, jij ook al? Of ben je ook al met mij van, of ben je ook al zo zweverig aan het worden? Of als iemand nu zegt, oh, ik ga veganistisch eten, of weet je wel. Soms hebben we de neiging om zo te reageren van, oh, ben jij ook al? Dus dat we mensen gewoon lekker laten. Weet je wel, per persoon moet je gewoon ontdekken wat voor je werkt. En, dat is andersom ook heel erg zo, hè? Dat mensen heel erg van, oh, ben je niet aan het mediteren? Of zeker. En ik denk dat je merkt heel erg dat heel veel dingen die eigenlijk de essentie hebben in vrij zijn, en compassie hebben voor anderen en een soort van heel open zijn, veranderen altijd in iets wat opeens een tof of stoer doen. Ja. Dingen zoals, zie je heel erg met fitness en yoga. Ja. Zie je dat nu, dat je soort van mee moet doen aan de movement of veganistisch zijn. Weet je, wat iets is wat in essentie gewoon iets heel moois is van, hey, probeer geen vlees te eten, want het heeft veel goed voor de natuur. Ja. En er zijn natuurlijk dingen waardoor ze laten zien, waar je in je kan zien, want het is ook goed voor het lichaam. Ja. Ook al probeer ik daar altijd wel open-minded in te zijn, dat ook mogelijk niet zo blijkt te zijn. Ja. Maar het is vooral experimenteren en kijken wat voor je werkt. Voor je werkt, zeker. Bijvoorbeeld, wij eten nu al potion veganistisch. Maar zie iemand als Joe Rogan, die heeft heel veel positieve ervaringen, of een hele positieve ervaring met alleen maar vlees eten. Ja. Dus ik denk dan van, weet je, het is tegenovergestelde van wat ik geloof. Maar laten we het een keertje proberen, dan kan ik even zelf de effecten ervan ondervinden. Als je elkaar ook gewoon aan elkaars waarde laat. Ja. Toch? En je noemt verschillende namen en dingen die je hebt geprobeerd, of mensen naar wie je hebt geluisterd, of... Ja. Wat zijn, zeg maar, als je weer een top 3 moet maken, of gewoon, misschien is het top 3, maar als je gewoon bijvoorbeeld boeken of personen of een podcast of een programma of iets moet noemen waarvan je denkt van, dat heeft echt zo'n invloed op me gehad, zeg maar, dat, snap je? Dus welke boeken of welke personen hebben zo'n invloed op je gehad dat je daar echt iets aan hebt gehad? Ik vind het een hele moeilijke vraag. Want het hoeft maar niet 3 te zijn, hoor. Ja, het zijn zo veel en op zoveel verschillende momenten. En misschien ook iets wat je mensen wil meegeven. Het is een vrij grote puzzel ook, moet ik zeggen. Gewoon het leven zelf en dat uit te vogelen. Ik denk iemand die in de laatste jaren een grote impact op mij heeft gehad is Gary Vee. Mm-hmm. En hij staat natuurlijk heel erg bekend om de hosselaar en de business guy. Maar waar hij juist een hele grote impact bij mij op heeft gemaakt, is hoe compassievol hij is. Hij is voor mij een beetje het boegbeeld van iemand die en heel
veel drive heeft en hossel. En tegelijkertijd ook super veel compassie heeft voor de mensen om zich heen. En echt mensen op de juiste manier probeert te behandelen. En dat is heel erg in het... kijk, ik zit natuurlijk in tech. En entrepreneurship, dat wat natuurlijk nu super hip is. Het is al heel lang heel erg de shit, zeg maar. Yeah. Maar dat heeft wel nog steeds... Hangt het er wel van... Weet je wat van Steve Jobs eigenlijk? Van ja, je moet een beetje een klootzak zijn, een beetje hard zijn. Mm-hmm. Een beetje scheid hebben aan mensen. Het is heel erg soort van strijdig in die zin. Maar er mist heel veel compassie in de zin van oké, maar andere mensen die hebben misschien niet dezelfde mindset of dezelfde gedachten gehad die jij mee hebt gekregen. Ja. En dat is voor mij heel erg inspirerend geweest vanuit Gary Vee, is dat hij juist dat heel erg benadrukt van ja, weet je, wees gewoon goed voor mensen. Hij wil recognized worden wanneer hij dood is, om hoeveel mensen rouwen om hem, om hoe goed hij is geweest en niet om hoe succesvol. Nee. Hij is geweest. Een andere ding wat ik ook van hem, wat bij mij heel erg een issue altijd is geweest, maar waarbij ik door middel van zijn materiaal dat steeds meer heb leren loslaten, is dat je genoeg tijd hebt. Ja. Ja. Ik heb altijd hele hoge soort van gedachten en standaarden gehad van wat we allemaal moeten bereiken. En ja, ik zelf kom uit een... Ik heb een hele vreemde opvoeding gehad in de zin van, ik kom uit... Van ouders of een gezin die op jonge leeftijd best wel vermogend waren. Nee. Mijn ouders zijn heel erg arm begonnen. Ja. Tegen de tijd dat ik 5 of 6 waren ze miljonair. Ja. Toen zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader is naar Suriname gegaan. Die heeft en de meeste van de waarde is naar hem toegegaan in de scheiding. Mm-hmm. En mijn moeder heeft toen echt weer een soort van stap achteruit gedaan. En toen zijn we juist weer van arm naar rijk, naar arm naar middelmatig en niet naar vrij goed comfortable, juist heel goed gegaan. Maar ik heb dus die swing heel erg meegemaakt. Maar omdat ik ook ouders heb die zelf heel ondernemend zijn, hebben ze ook altijd hele hoge verwachtingen gehad van dat ik ook in die zin succesvol zou moeten zijn. Ja, dus dat zijn... Verwachtingen die voor jouw gevoel vanuit je ouders zijn gekomen. Ja, maar niet omdat... Ja, kijk, bij mijn vader is het wel heel erg duidelijk, die legt het neer. Ja. Van, dit is gewoon wat ik van jou verwacht. Ja. Bij mijn moeder is het veel minder, die wil gewoon eigenlijk dat we gelukkig zijn. Ja. Maar dat is wel mijn standaard voor een succesvol leven. Zit boven de miljoen. Ja. Eigenlijk. Ja. En dat is heel... Heel veel mensen vinden dat heel vreemd, wanneer ze mij leren kennen en we praten over dingen en ik heb zoiets van, ja... Voor mij is het heel normaal dat dat binnen handbereik is voor mensen op zijn minst een soort van vorm van financiële vrijheid. Yeah. Maar dat is toch ook wel, daar moet je best wel wat risico's voor nemen en ik ben altijd juist best wel risicomijdend geweest. Yeah. Dus mijn standaard voor succes is heel erg, en daardoor kan ik ook heel hard naar mezelf toe zijn. Dat ik heel hoge verwachtingen heb in de zin van wat ik allemaal moet bereiken. En juist daarin... En ook voor een bepaalde leeftijd of in een bepaalde fase van je leven. Ja. Precies. En daarbij heb ik ook altijd het gevoel van, dat ik juist achterloop. En juist bij Gary Vee met de dingen waar hij over praat, is juist van, weet je, als je 30 bent, ben je nog maar net begonnen. Ja. En vooral voor onze generatie is dat gewoon waar. Ja. Dat er gewoon tijd is. Er is genoeg tijd. Wij gaan nog langer leven dan de vorige generatie, als een beetje gezond. Dus je hoeft niet voor je 30ste al super succesvol te zijn of ontdekt te hebben wat je passie is. Of... Nee, het is alleen wel handig om, wat wel handig is om dingen te proberen en risico's te nemen. En dat op zich vind ik zelfs van mezelf ook dat ik veel te veilig ben geweest in mijn afgelopen jaren. Het is wel grappig, een van de vragen die ik ook had opgeschreven is, dat is los van de vraag waar we nu zitten, maar dat zeg je nu al een beetje, is wat je eigenlijk, wat je jammer vindt, van, of nou ja, waarvan, iets waarvan je zoiets hebt van, had ik dat maar eerder gedaan of ontdekt van mezelf. Ja. Dus één ding daarvan, wat je zegt, is, had ik maar gewoon meer geprobeerd, meer dingen uitgeprobeerd, meer risico's genomen. Ja. Ja. Ik heb ook... Zo, echt allemaal levens. Ik ga nu weer in de fucking site in. Dus, Oké, want we waren inderdaad met Gary Vee bezig, maar... Dus please bear with me.
Eén ding wat ook voor mij best wel belangrijk is geweest. En het is heel makkelijk om nu gewoon een soort van te kijken van, ja, weet je, het is allemaal dus niet zo boeiend geweest. Dus waarom vormt het me nog steeds? Maar de realiteit is het heeft me wel gevormd. En dat is dat ik, omdat ik heel erg dromerig ben geweest, kreeg ik in het begin ook op de basisschool MAVO-advies van de lerares. Ik moet, ja. En die zei heel erg van, ja, weet je, jij bent dus niet zo, je bent te dromerig en je aandacht is er niet bij, dus maar dat is zeg maar goed voor jou. En alle vrienden die kregen van HAVO-advies of VWO-advies. Ja. En daardoor heb ik, toen ben ik uiteindelijk van MAVO naar de HAVO gegaan. En van de HAVO dan naar de HBO. Mm. En op een gegeven moment had ik besloten om heel iets anders te doen. Wel altijd heel erg hostelerig geweest in de carrièrezin. Dus dingen doen zoals een uitwisseling, ja, stage. Ik heb best wel, ik heb iets van 3 keer in het buitenland gewoond. Ja. Dus op het papiertje zit het er allemaal leuk en tof en dit en dat uit, zeg maar. Ja. Maar het is nog steeds wel in die carrièreverwachting, in die soort van wat we dus meekrijgen. Weet je ook de verwachtingen van, ik wil, ja, de van de maatschappij? De maatschappij, ja. Ja, ja. En, En toen was ondernemerschap helemaal nog niet in de shit. Nee. En nu is het dus steeds, het begint wel steeds, is het wel veel acceptabeler om dat te doen. Ja. Terwijl ik het wel altijd had gewild. Ja. Zeg maar op vrij jonge leeftijd. Maar juist mijn ouders zeiden van, ja, nee, doe gewoon goed je studie. Want je studie is waar je leert. En als ik nu gewoon oprecht terugkijk naar mijn studie, heb ik echt geen shit geleerd. Nee, maar ik heb wel je diploma. Ja, maar ik heb mijn diploma, weet je. Ja. Terwijl ik echt bijna niks gebruik. Nee. In de praktijk van wat ik heb geleerd. Het enige wat ik gebruik is statistiek. Ja. Dus shit kunnen analyseren met getallen. Is iets waar ik uiteindelijk iets aan heb gehad. Maar voor de rest is het allemaal dinges geweest. En ik was mezelf dus eigenlijk heel erg aan het meten naar een soort van intelligentiestandaard die we in Nederland heel erg hebben met de maatschappij. Ja. Ja. We hebben de MAVO-track, we hebben de HAVO-track. Ja. Ja. En die mensen bij VWO, die zijn zo slim. Ja, die gaan naar de universiteit. Dus, wow. Ik weet nog dat ik toen ik, dat is rond de tijd dat ik ook jou heb leren kennen, hoe onder de indruk ik was dat jij op de universiteit zat. Ja. En ook dat, toen ik zelf mijn toelatingstoets had gedaan en uiteindelijk zat in mijn pre-master, hoe geïntimideerd ik was door heel die situatie en de mensen. Het was allemaal zo slim en zo dinges. Ja. En het is pas op dat moment dat ik mijn eerste tentamens heb gehad, ja, en ik ook vooral denk ik gemiddeld 8 en 9 voor kreeg, dat ik pas besefte dat ik best wel intelligent ben. Ja, als dus persoon. Eigenlijk pas, en dat was denk ik rondje, hoe oud was ik toen? Ja, echt fucking 21, 22 of zo. Nou, nog later. 22. 22 was ik. Toen je naar de uni ging? Ja, zo. Volgens mij is het nog later. Of 23. Ja, maar in ieder geval ergens daar in die 20. Ja. Inderdaad. Ja. En zo kan je zien hoe voor heel veel mensen zo'n idee op jonge leeftijd je eigenlijk vormt. Ja, dus jij had niet het gevoel dat je slim was. Ja. En voor jou betekende slim ook dat werd gekoppeld aan een bepaald schoolniveau. Schoolniveau, ja. Ja. Dat was gewoon onzin. Ja. Dus toen je ouders eigenlijk tegen je zeiden van, ga maar gewoon even studeren en je studie halen, je papiertje halen. Toen dacht jij, ja, dat is beter, want... Precies. Ja, oké. Okay. Inderdaad, en dan zit je dus ook heel erg in die mode van, oké, je moet dit allemaal doen en bereikt hebben en et cetera. En ik volgde dus heel erg die standaard maatschappelijke schoolpad. Ja. Daarvoor, waarbij eigenlijk ontwikkeling is letterlijk gevoerd krijgen wat je uit je hoofd moet kennen. Ja. In plaats van zelf informatie leren vinden. Ja. En een carrière is letterlijk werken bij een groot bedrijf. Ja. In plaats van zelf waarde creëren, ja, op de wereld. En dat zijn dingen waarbij... Dingen die je niet leert. Precies. Ja. Dat zijn dingen die ik dus heel erg heb gemist in die opvoeding. En dat is juist dingen waar zo iemand als Gary Vee heel erg voor staat. Ja. En dan ook om die risico's te nemen, om te wennen op jezelf, om te ontdekken waar jij goed in bent, om niet school te overwaarderen en om vooral geduld te hebben. Dat waar ik naartoe ga. Ook gewoon iets te vinden wat je gelukkig maakt. Precies. Wat je leuk vindt. Inderdaad. En dat het dan een soort van ook oké is om minder te accepteren, ja, zolang je maar energie haalt uit wat je doet. Dat is waarom hij dus zo'n grote invloed op mij heeft. Ik ga heel even kijken of dat nog
Filmpje. Of we überhaupt wat play hebben gedrukt. Oké, dat was Gary Vee. En jij volgt hem gewoon door zijn filmpjes te kijken. Ja, op YouTube. Oké. En is er nog eentje of iemand of een boek of iets wat je kan noemen? Ja, als we het hebben over boeken, dan zou ik zeggen Your Money or Your Life staat bij mij heel erg hoog. Ik zal het ook weer allemaal linken. Dat gaat dus heel erg over het idee van dat het hebben van dat soort van carrière fairy tale die ons wordt voorgeschoteld op de universiteit en op school. Een soort van dat het eigenlijk onzin is. En ik kan hier echt uren over praten, over waarom en hoe je eigenlijk... En over hoe fucked up het systeem is, maar dat zou ik wel doen in mijn eigen, eigen podcast. In mijn eigen podcast. Ja. Maar het komt erop neer dat het gewoon heel erg een schaap maakt. Ja. Eigenlijk in Your Money, Your Life heb je heel erg bewust gemaakt van oké, weet je ruilt tijd voor geld. En dan heb je gewoon een hele andere manier erop leren nadenken. Ook over werken en carrière en wat je wilt doen met je tijd, energie. En hoe je ook je tijd moet waarderen. Ja. Oké. Zijn dat, is er nog één waarvan je denkt, oh die moet ik echt nog even zeggen? Nou, ik heb natuurlijk Wim Hof al genoemd. Your Vee heb ik genoemd. Your Money or Your Life heb ik genoemd. Ja, dinges komt even op. Skin in the Game van Nassim Taleb. Wat, Jawel. Ik kan ze naam even in te komen, maar als je een beetje non-fiction boeken leest, dan kom je er vast wel tegen. Van Bledsoe, die meneer. En Skin in the Game gaat ook heel erg over hoe je moet kijken naar de wereld. En gewoon om slimme keuzes te maken. En hoe eigenlijk we allemaal worden opgevoed door educatie als intellectuele idioten. En dat klinkt heel hard om te zeggen, maar heel veel mensen van ons, ze millennial dingen, denken dat ze heel slim zijn. Mm. Maar als je echt gaat verdiepen in dingen, kom je eigenlijk erachter over. En ik heb het heel vaak ontdekt de afgelopen tijd, hoeveel dingen waarin ik geloofde gewoon dom zijn. Ja. Yeah. Eigenlijk. Dus dat is ook eentje die ik heel sterk kan aanraden. Oké. En ik denk iemand die me op dit moment heel erg inspireert. Op het moment, dat is, dus zit ik nu even in de crypto wereld, waar ik heel erg mee bezig ben. En dat is een project dat heet Cardano. En de gast die daar, die de leiding daarover heeft, heeft Charles Hoskinson. Mm-hmm. Ik moet het even typen in de notes. Maar de manier waarop hij soort van kijkt naar hoe de wereld moet reformeren in deze tijd, dat is echt super inspirerend. En er zijn ook hele nieuwe ideeën waarvan ik het gevoel heb dat dat een hele grote movement gaat worden. Oké, ik zal alles sowieso even noemen. Dus voor degenen die daar meer over willen weten, die kunnen dat opzoeken. En zou je het ook leuk vinden of als iemand er meer over wil weten over iets waarover je hebt verteld, dat ze jou mogen benaderen? Via mij? Of als je een podcast hebt, kan het via je podcast. Ja. Maar anders kan het gewoon via mij. En we hebben het gehad over die... over heel veel... Soms zit ik echt te denken van... Oh, moet ik hem nu even afkappen? Maar de topwerpers zullen ook zo anders zijn. Ik wil juist dat je gewoon je verhaal kan doen. Over zeg maar de druk van de maatschappij. Nou, die heb ik ook heel erg ervaren. Dus... misschien, als man is het misschien net iets anders dan bij een vrouw. Maar die bestaat, zeg maar, de druk van de maatschappij. Hoe het leven hoort te zijn. Dat je op een bepaalde leeftijd al X moet hebben gedaan. En dit moet hebben bereikt. En wat ik daar heel erg wil zeggen is dat het voor een vrouw denk ik wel echt veel lastiger is hoor. Als een man. Ja. Want ik denk dat de verwachtingen die vrouwen hebben op krijgen over hun heen. Dat die gewoon zwaarder zijn ook meer contrarious, dus meer paradoxaal. Oh ja. Zeg maar, je liggen veel uit elkaar. En je moet een goede moeder zijn, en je moet een carrière hebben. En je moet moet dat. Ja. En je moet geen ho zijn, maar je moet ook aantrekkelijk zijn. Ja. Het is nooit goed eigenlijk. Ja, er zijn zoveel verschillende verwachtingen. Als je een vrouw bent, die komt nog uit met een
soort van immigratie of culturele achtergrond. Ja. Kom je ook vaak vanuit je cultuur nog heel veel bagage en beperkingen bij? Nou, dat wilde ik dus eigenlijk vragen. Daar ging mijn vraag van naartoe. Is, maar ja, in hoe... Ben jij gelovig? Nee. Oké. Okay. En in hoeverre heeft zeg maar cultuur of geloof, en daarmee bedoel ik ook familie, heeft dat zeg maar een invloed of een rol gehad in de verwachtingen die je net noemde? Of zeg maar op jouw leven en hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, dat is één ding wat ik heel erg wil benadrukken hierbij ook, is dat dit... is hoe ik het als kind heb ervaren. Okay. Het is niet per se dat het intenties zijn van mensen of... Ja, het is gewoon jouw ervaring, jouw beleving. Precies. Ja. En ik heb ook wel een vrij negatief beeld als het komt op dingen zoals geloof en cultuur. Ja. Maar wat ik heel erg heb geleerd de laatste jaren, is dat geloof wel een hele praktische functie kan hebben. Okay. Het kan natuurlijk mensen ook heel erg bij elkaar brengen. Ja, hoop bieden. Precies, en hoop geven, en kracht geven, en hou vast. Community. Community, dus ik denk in die zin dat er heel erg veel value zit in geloof, ja. Vooral pragmatisch gezien. Ja. Wat me ook relateert iets terug aan wat je eerder vertelde over soort van die maatschappelijke, dus ook met wat we net vertelden over het zijn van een vrouw, ja. Is een van de dingen die ik echt heb geleerd, is dat wij gewoon in het algemeen gewoon beperkt leren denken. En niet ja. In mogelijkheden. Heel erg in dogma. Ik zelf had het dogma dat ik niet slim was en dat je intelligent moet zijn. Ja. Snap je? Een hele beperkende gedachte. En dat moet ik zeggen, ik ben door best een door ondernemende ouders opgevoed. Ja. En ik heb heel veel stimulans gekregen en dingen om juist om te exploreren. Ja. En et cetera. En nog steeds heb ik meer beperkende gedachten gehad ja. Dan stimulerende gedachten. Ja. En dan ben ik iemand die nog best wel de cultuur, best wel ver staat van de bestaande cultuur, wat dan specifiek onze cultuur is. Maar ik denk dat als je kijkt naar heel veel andere, ik zie heel veel vergelijkenissen ook met de islamitische ja. Mensen. Ja. Die ook heel veel van dit soort dingen meekrijgen uit de cultuur. Ja. Dus ik heb het idee dat we ook heel veel beperkende gedachten meenemen uit de cultuur. En hoe ik het zelf persoonlijk heb ervaren is, ik kom natuurlijk uit een gescheiden gezin. Ja. Ja. En dan, en dat is natuurlijk nu zitten in een andere tijd dan 20, 30 jaar geleden. Ja, maar nog steeds beter. Ja, nog steeds al een beetje. Ja. Ja, dus mijn moeder is een eenstaande moeder die 3 kinderen heeft. Ja. Opgevoed. Weet je, dan ben je al een soort van ja. Minder als gezin. Ja. Omdat jij dat je vader heeft. Zo heb je het ook echt ervaren als kind zijnde. Ja, en dat is niet omdat dat wordt geïnsinueerd. Het is niet dat de mensen waarbij ik dat gevoel heb gekregen, ja. Dat heel erg benadrukken of zo, maar het hangt er wel. Ja. Het zit er wel in de cultuur. Die judgments zweeft er ja. Wel. En dat kunnen mensen zijn met wie je dan gewoon een best wel positieve relatie hebt. Maar je kan het gewoon als kind kan je dat aanvoelen. Je weet niet ja. Meer dat er zit. Ja. Daarnaast vind ik ook dat heel erg gezien worden en de manier waarop mensen naar je kijken, wat mensen van je vinden, is gewoon zo super belangrijk in ja. De Nederlandse cultuur. En als er iets is wat mensen beperkt in hun leven en beperkt in je geluk, is wanneer je daar te veel rekening ja. Mee houdt. Wat andere mensen van je denken. Ja. Ja. En ik ben juist heel erg gaan rebelleren. Tegen de cultuur. Ja. En heel erg gezegd van, weet je wat, als jullie mij niet, als ik minder ben in deze cultuur, dan fuck de cultuur. Yeah. Dan fuck jullie allemaal. Dat is een beetje de houding die ik heb genomen als, ja. Denk ik, 8-jarige of vrij jong. Ja, vrij jong al. Vrij jong. Maar wat wel zo is, dat weet ik niet, maar dat het verteld is, die heb je wel verdiept, echt, erin. Ja. In het hindoeïsme. Ja. En ik heb zelf ook een half jaar gewoond in India, ja. Bijvoorbeeld. Toen ben ik er helemaal erachter gekomen dat Hindustanen geen Indiër zijn. Ze zijn van andere... Het is gewoon een heel andere... Ja, ja. Maar wat wel jammer is ik heb ook dus heel erg het Hindustanse
cultuur gereject, dat ik ook eigenlijk de taal heb ik ook reject, want ik spreek geen Hindoestaans en ik versta het ook niet. Nee. En dan vind je het jammer? Vind je dat jammer? Ja, omdat ik het had kunnen leren toen het makkelijk was om te leren. Nu ga ik het niet meer leren, want nu vind ik het de verspilling van mijn tijd. Ja. Terwijl toen ik die leeftijd had, was het 10 keer zo makkelijk om te leren. Dan had ik net zo goed wel kunnen tijd en energie erin kunnen stoppen. En dat is wel grappig, want ik ben dus getrouwd nu met jou en jij bent heel erg in die cultuur. Terwijl ik heel erg juist bewust buiten die cultuur ben gaan stappen en ik ben daardoor ook best wel... Dat is best wel een botsing en een punt van frictie. Ja. Ik zou niet verbazen als heel veel mensen in jouw familie ook een vrij vreemde vogel vinden. Omdat ik dus heel erg juist buiten sta, de taal niet spreek, et cetera. Ja. Geen alcohol drinken. Geen alcohol drink. Geen voetbal kijken. Geen hol. Vooral met connectie onder de Hindoestaanse mannen. Ja. Ik gaf vroeger nooit, auto's boeien niet. Alcohol drink ik niet. Nee. Ik heb echt een sterke afkeer tegen alcohol. Ja. Ik vind het heel grappig om mensen te laten drinken. En mensen op die manier uit de schulp te hebben en gewoon een beetje te trollen daarmee. Maar ik zelf raak geen alcohol aan. Mm-hmm. Dus geen auto's, geen alcohol, geen voetbal. En dat is nou net, zijn net de drie dingen waarbij wat soort van heel veel Hindoestaanse mannen verbindt met elkaar. Het enige wat ik gemeen had is liefde voor vrouwen. Wat nu natuurlijk liefde voor vrouwen is geworden. Oké. Okay. Maar, maar dus dat. Dus ik kon het niet alleen cultureel gezien kon ik niet vinden. Ik kon het ook niet echt vinden met het type de dingen waar de gemeenschap geïnteresseerd in ja. Oké. Okay. Ik denk dat wel ver. Oké. En ik had daar een volgvraag op, maar ik ben het heel even kwijt. Over cultuur. Nou ja, goed, misschien komt het zo even op. Oké, dus we hebben het net ook gehad over hoorde al een angststoornis voorbij komen en een sociale. Ja. Angststoornis. Het zijn gewoon even allemaal. Ja, het is ook gewoon weer even mentale gezondheid. Ja. Wat is een angststoornis? Wat heb jij? Geef je aan? Ja. Toch? Ja? Ja, dus angststoornissen die komen voor in verschillende vormen en maten. Mm-hmm. Een angststoornis is niet hetzelfde als een depressie. Nee. Depressie is als je kloten voelt. Ja. Heb jij daar ook last van gehad? Van een depressie? Ja, ik heb dat in meerdere fases in mijn leven heb ik dat mm-hmm. Ervaren. Maar bij mij is dan vaak wel de angststoornis degene wat leidt tot bepaald gedrag. En dat bepaald gedrag zet me in een situatie waarbij je depressief wordt. Oké. Alle angststoornissen zelf mm-hmm. hebben eigenlijk altijd te maken met jouw biologische systeem. Ja. Klinkt een beetje theoretisch, maar het komt erop neer dat wij gewoon vanuit de oertijd een fight or flight respons hebben. Mm-hmm. Waarbij we of willen wegrennen of willen vechten. Ja. Tegen dingen zoals bevriezen, dat is de derde. Ja. En dat wordt gewoon getriggerd door een gedeelte in onze hersenen, dat heet de amygdala. En hoe wij eigenlijk nu in de huidige wereld dat ervaren, is dat we ons door iets bedreigd voelen. En dan activeert ons alarmsysteem, ons lichaam. En die gaat vervolgens allemaal chemicaliën lekker pompen door je lichaam, zoals adrenaline mm-hmm. en cortisol en allemaal shit. Die heel handig zijn als je in een noodsituatie bent. Yeah. Maar zoals wij dat natuurlijk als gewoon normale mensen ervaren, met stress op werk en zo, dat zijn natuurlijk geen echte nood. Nee, maar dat is wel dat gevoel, dat noemen wij wel stress. Ja. Op dat moment ervaren we stress. Precies, en stress ervaar je omdat je je bedreigd voelt. Ja. En bedreiging is het kernwoord achter angst. Ja. Je lichaam voelt zich bedreigd, daarom voel je angst. Ja. De verschillende angststoornissen hebben te maken met waarom
je lichaam zich bedreigd voelt. Ja. Sociale angststoornis is je lichaam voelt zich bedreigd in sociale context. Ja. Een gegeneraliseerde angststoornis is dat je lichaam in het algemeen snel dingen, verbanden ziet waarbij die risico's of bedreigingen in ziet. En zoiets als een posttraumatische stressstoornis, ja. Wat ik ook heb gehad. Ik heb al de eerste twee sociale angststoornissen en een gegeneraliseerde angststoornis, die heb ik nog. Ja. Generaliseerde angststoornis, daar ben ik nu best wel goed mee aan de slag, en dat gaat naar de plek van controle. Die sociale moet ik nog aan werken. Ja. En mijn posttraumatische stressstoornis heb ik best wel verwerkt. Eigenlijk. Ja. Wat een hele. Dat kan je waarschijnlijk ook niet op jezelf. Nee. In het algemeen is begeleiding hierbij heel goed. Dat wil ik ook met vragen in. We hebben het nu al hierover en wij doen er soms ook een beetje lacherig over. Ja, dat is heel serieus. Dus, ja, het lachen is meer om onszelf niet te serieus te nemen. Ja, het is niet inderdaad. Om het weg kleiner te maken. Of, nee. En dat wil ik net vragen, juist omdat we het nu hierover hebben, is het iets waarbij je denkt, als mensen bijvoorbeeld nu herkennen van hey, dat heb ik ook, of ik voel me ook vaak angstig, of ik voel me ook vaak zeg maar, of bedreigd, ik ervaar veel stress door dit soort dingen, heb je dan zoiets van oké, ga dan hulp daarmee zoeken? Ik heb er twee gevoelens bij. Ja. En de ene is ga hulp zoeken. In de zin, maar manage je verwachtingen. Ja. Voordat je de juiste psycholoog vindt, kan daar wel wat tijd over gaan. Je zit waarschijnlijk op een wachtenlijst. Mensen ja. Heel traject is heel stressvol. Het is een lang traject. En zoals je hebt in alle banen, is een groot gedeelte best wel incompetent. Of die doet het maar. Ja, het is wel gewoon. Zo van alle banen ter wereld heb je dat gewoon. Dat je gewoon een verdeling hebt van mensen. Die average zijn, die slecht zijn en een gedeelte die goed zijn. Ja. En afhankelijk van jouw behoeftes, juist. Kan misschien iemand die zelfs de slechte psycholoog is goed genoeg zijn. Maar als je best wel specifieke issues hebt, heb je wel echt een goede nodig. En ik heb zeker 7 of 8 moeten spreken totdat ik eentje had die me echt kon helpen met een specifiek onderwerp. In dit geval was het dan de posttraumatische stressstoornis. Ja. Maar een posttraumatische stressstoornis, als ik even een soort van tegen je back voor sociale context, generaliseerd, zeg maar dat je juist in het algemeen dat hebt. Ja. En bij posttraumatische stressstoornis heb je iets meegemaakt wat je hoofd niet kan verwerken, waardoor hij dingen die hem doet aan hen herinneren aan die situatie, triggert jouw angstsysteem en dan erger dan in die andere twee stoornissen. Ja. Zo erg dat hij gewoon heel je systeem hijjackt alsof je in een levensbedreigende situatie zit. Ja. En daarbij horen dingen zoals nachtmerries, een soort van belevingen door de dag heen. Ja. En dat is wel echt een hele heavy load. En wordt vaak ook wel, mensen zeggen al heel snel dat ze een trauma hebben, maar daar heb je ook wel echt gradaties in. Ja. Dus één ding wat ik ook aan mensen wil meegeven is dat als je iemand kent die een trauma heeft, en daar zit een hele zware aard aan. En je hebt ook iets traumatisch, maar het is net van een andere aard. Probeer dan alsjeblieft niet op één lijn te trekken, want je kan die andere persoon daar heel erg juist mee vervreemden. Ja. En zich onbegrepen laten voelen. Ja. Omdat jij iets van jezelf probeert te relateren aan iets anders. Ja. Terwijl jij niet dezelfde persoon bent. Je gaat ook niet op dezelfde manier met bepaalde dingen om. Dus dat wil ik meegeven als een hoe je goed met elkaar omgaat. Ja. Dus dat je daar dan op let. Ja. Maar dat zijn dus dan de drie. Dus je hebt het bedreigingssysteem van jou. Ja. En dan heb je verschillende stoornissen die triggeren in situaties waarbij ze eigenlijk logisch gezien niet zouden moeten worden getriggerd. Ja. Overmatig. En de vraag was dus die je daarna stelde van, zou je hulp zoeken? Dan is het ja, maar heb alsjeblieft geduld en blijf zoeken dat je iemand vindt met wie je een klik hebt en die je ook echt kan helpen. Ja. Verwacht ook niet, als het een complexere situatie is, verwacht dan ook niet per se dat één persoon alles fixt, maar dat je misschien voor verschillende onderwerpen verschillende mensen nodig hebt. En het andere is, ga ook zelf op onderzoek uit en jezelf ontdekken en zelf dingen uitschrijven en zelf een soort van die ontdekkingsreis in om uit te vogelen wat het voor jou veroorzaakt en wat je er mogelijk mee kan doen. Want ik denk, en misschien dit is een belief van mij,
dat een mentale stoornis, ook al is hij genetisch, komt het door ervaring of wat dan ook, het is een uiteindelijk bedrading in je hoofd die niet loopt zoals je zou willen dat die loopt. Ik weet niet waar je zegt. Oké, ik viel dus gewoon mijn telefoon en die viel dus uit. De batterij was leeg. Dus ja, we hadden heel even plaspauze en even pauze. Oké, we weten even niet meer waar we precies waren gebleven, maar geeft niet. We gaan gewoon heel even verder. En ja, dit vind ik wel... Ik moet niet meer lachen, nu moet ik er opnieuw inkomen. Nou, wat ik wel belangrijker is, eigenlijk ook nu, vooral met de coronamaatregelen en het gewoon de maatschappij is gewoon weer heel even nu anders. Met alle maatregelen, maar ook daarvoor was het dan heel erg, we hebben het al over depressie gehad. Maar daar komt ook bij somberheid, mensen die zich somber voelen, mensen die zich eenzaam voelen. Zou je daar tips voor hebben? Of heb je zelf dingen die je doet om te gaan daarmee? Want uit je verhaal net heb ik ook wel begrepen dat je depressief voelt. Of soms somber, denk ik ook. Of een beetje een buitenbeentje. Of, weet je wel, een beetje die aspecten daarvan. Ja, een beetje disconnected, zeg maar. Ja, dat is nu dan misschien dubbel. Want je ziet en spreekt ook minder mensen. Je komt ook op minder plekken, denk ik. Zijn er dingen die jij daartegen doet om jezelf weer eruit te laten komen, om jezelf weer op te peppen en die je zou kunnen meegeven aan mensen? Ja, kijk, eigenlijk heb ik niet zoveel moeite met corona, denk ik, dan de meeste mensen. Ja. Want ik ben een vrij introvert persoon, ik kan mezelf heel erg goed vermaken. Mm-hmm. Dus. Maar dat maakt het zeg maar voor mij iets gewoon makkelijker. Omdat ik ook minder behoefte heb aan sociaal contact dan de gemiddelde persoon. Ja. Ik vind het wel heel leuk en kan er heel veel van genieten van sociaal contact, maar het kost mij wel energie. Dus ik merk wel dat ik er niet zo heel veel moeite mee heb. Maar wat wel belangrijk is, omdat vaak nu ook je thuissituatie is ook je werksituatie geworden. Ja. En dat maakt het lastig om te disconnecten van je dagelijkse werk als je dus thuis werkt. Ja. En het is ook moeilijker om een bepaald ritme aan te houden. Mm-hmm. Dan wanneer je dus fysiek uit huis gaat om dingen te doen. Ja. Dus je ritme is ook heel erg verstoord. Ja. Wat ik zelf heel erg probeer te doen. En in het algemeen als je te maken hebt met depressief of dat soort type klachten. Jordan Peterson heeft daar een hele goede quote van stellingen over. En dat is, behandel jezelf alsof je voor iemand, zoals je voor iemand anders zou zorgen. Ja, vind ik een mooie. Dus letterlijk, neem jezelf, stap uit jezelf. Of kijk gewoon van, oké, wat nou als je een vriend had en die had dus exact dezelfde situatie als die jij nu op dit moment ervaart. Ja. Wat zou je dan tegen diegene zeggen? Ja. Hoe zou je diegene behandelen? Als je dat die exercise van doet op papier en je gaat dat daarna vergelijken met hoe je jezelf behandelt en wat je allemaal tegen jezelf zegt en hoe je jezelf behandelt, ja, dan zit daar vaak een heel groot verschil in. Dus dat bewust gaan naar die kant van wat zou je doen als het een vriend was of iemand waarom je geeft die dezelfde klachten had, wat zou je dan die persoon adviseren of hoe zou je die persoon behandelen? Ja. Vervolgens jezelf zou behandelen als dat. Ja. Als ik dat nu zou doen bij iemand die depressief zou zijn door de coronasituatie, et cetera. Mm-hmm. Dan zou ik denken, zorg 1 voor ritme in je leven. 2 voor beweging, dat is een hele belangrijke. Wij gaan natuurlijk 3 keer per week sporten wij samen. En ik denk dat dat heel veel doet. Ja, zeker. Ik heb nu een nieuwe baan waar ik aan begin. Maar om die baan te krijgen was voor mij heel erg stressvol geweest. Voor 1 à 2 maanden waar ik ook heel erg hard voor heb moeten werken. Mm-hmm. En sporten heeft me toen wel in balans gehouden. Ja, en ik kan me soms voorstellen, ik onderbreek heel even, maar soms kijk ik naar filmpjes van mensen of luister ik naar dingen. En dan zeggen mensen ook van ja, ik ging sporten of ik ga sporten, doet me goed. En dan denk ik, ja, het lijkt zo makkelijk voor jou sporten. Snap je? Soms denk ik dan van ja. Nou, wij zijn echt het type die echt nog
misschien een half uur voordat we moeten gaan sporten, dat we echt allebei zo zitten van, oh, we hebben echt geen zin. En, oh ja, dus het gaat ons echt totaal niet makkelijk. We weten dat het goed is voor ons, want achteraf voelen we ons altijd zeg maar goed. Maar we weten echt hoe moeizaam het kan zijn. En überhaupt ontdekken wat je leuk vindt aan sport. Ja. Dus wel, dat ook. Dus dat wil ik heel even tussendoor ook zeggen. Want soms denk ik dan van ja, jemig, ja. Soms als je praat over dingen, dan lijkt dingen heel makkelijk. Ja, dat is helemaal niet makkelijk. Net zoals we het nu over mediteren hebben gehad, over sporten. En dat, het is echt, nee, wij struggelen daar ook echt heel erg mee. Ja, en daarbij dus, geldt ook wat ik in het begin heb gezegd. Is van zoek de laagste drempel. Ja. Zoek naar hetgene wat je jezelf wel kan verkopen. Hetzelfde met koud douchen. Ja. Elke ochtend wil ik niet, fucking niet, koud douchen. Ik wil het nooit. Ik wil het echt nooit. Ja. En wat ik dan tegen mezelf zeg van, oké, 2-3 minuten onder de koude douche staan, gaat niet gebeuren. Ja. Maar kan 5 seconden na een warme douche even snel afdouchen. Ja. Kan dat dan? Ja. Dat kan ik vaak dan wel nog aan mezelf verkopen. En als ik dan eenmaal die 5 seconden eronder sta, dan denk ik, ja, 10 seconden kan ook wel. Ja. En op een gegeven moment, voordat je het weet, ja, sta je van toch 2 minuten onder de koude douche en heb je gezegd, nou ja, zo moeilijk was het niet. Wat er altijd achteraf zo is. Ja. Hetzelfde geldt met sporten. Ik denk dat bepaalde dingen die ik heb geleerd vanuit verschillende YouTube-plekken over sporten zelf. Is 1. Is om niet elke keer dat je gaat trainen 100% te geven. Mm-hmm. Tenzij sporten echt goed onderdeel is van je ritme. Ja. Raad ik dat eigenlijk af, maar gewoon zoveel te geven als gewoon fijn voor je is. Zodat je op dat moment weer wil sporten. Ja. Want uiteindelijk is 5 keer 20 minuten sporten is beter dan 3 keer een half uur. Ja, of 1 keer een uur. Of 1 keer een uur, of super intensief. Ja. Of 2 keer super intensief, zeg maar. 5 keer 20% is beter dan 2 keer of 3 keer 100%. Ja, ja. Zeker. En op een gegeven moment leer je wel van oké, ik zit dan zelf rond 70-80%. Ja. Een andere ding wat voor ons, voor mij heel erg helpt, is wij sporten samen met iemand. Ja. Wij hebben een trainer met wie we werken. En vooral nu, zeg maar, nu er ook heel weinig sportmogelijkheden zijn, ja, kan je dus bijvoorbeeld wel personal training doen of duo training. Precies, en wij hebben dan samen duo training. En dat zorgt 1 voor een sociale commitment, dus ik heb fucking afgesproken met die persoon. Ja. We komen opdagen. En daarnaast heb ik ook zoiets van, weet je, ik ben niet echt van plan om mijn best te doen. Maar hij haalt het sowieso wel uit ons. Ja. Wanneer we samen met ons sporten, dus... Hey, en als mensen niet een trainer kunnen nemen of willen nemen of... Ja, dan zou ik gewoon zeggen van, als je dan zelf iets doet, zoek dan iets wat laagdrempelig is. Een app of iets waarbij je niet zelf te veel hoeft na te denken over wat je moet gaan doen. Ja. Of gewoon een YouTube channel, dat je gewoon gaat volgen wat je kan doen en begin van waar je bent. En probeer liever de dingen die je doet goed uit te voeren, dan dat je superveel herhalingen van alles probeert te maken en dat allemaal half-assed te doen. Ja. Probeer heel erg te blijven met wat voelt goed, wat kan je, en probeer dan dat. Je kan een soort van heel erg, vooral als je iemand bent die moeite heeft met sporten, kan je heel erg zitten van ja, elke keer het maximale eruit halen, maar ik breek dan steeds op een gegeven moment. Ja. Terwijl als je gewoon steeds denkt van hé, ik probeer het minimale omhoog te racen steeds. Ja. Is dat veel prettige ervaring. Zo merk je wel dat het je ondergrens, ja, die gaat dan nog steeds omhoog. En dat is iets wat bij mij heel erg helpt. Ja, dus je had het net over een ritme en beweging. Ja. Zijn er nog meer dingen die je... Of vindt de eventjes van ja, dat zijn wel echt 2 belangrijke die ik wil... Een andere belangrijke wat... Maar het is, hier kan ik ook echt een hele uur makkelijk over praten. We filmen al een tijdje. Ja, maar ik ga het kort houden. Is externalizen. Oké. Neem maar even het Engelse woord, want ik praat de hele dag op mijn werk ook Engels trouwens. Wat bedoel je daarmee? Dat je of het uitspreekt of je zet het op papier. Oh ja. Yeah. Yeah. Wat in je omgaat. Ik probeer dit nu om de dag te doen. Dus ik heb een ritme waarbij ik 1e dag aan mijn mentale gezondheid mediteer ik en doe ik ademhaling. En de andere dag schrijf ik, externaliseer ik en schrijf ik dingen op. Ja. En wat daarbij voor mij heel erg helpt is
Ik heb daar een stappenplan voor, die ik heb geleerd tijdens mijn behandeling van mijn algemene angststoornis. Mm-hmm. En dat is dat, wat we heel erg missen vaak, is zelfcompassie. Mm-hmm. Juist wanneer we ons heel erg bedreigd voelen, mm-hmm. Schieten we heel vaak in de doenmodus. Ja. Ik voel me bedreigd, dus ik moet dit en dit allemaal doen. Dan wat je lichaam eigenlijk nodig heeft, is rust, is kalmering, is een soort van kalmering, denk ik, juist daarvoor. En daarbij werkt zelfcompassie heel erg. En wij zijn juist heel vaak heel kritisch naar onszelf toe. Heel gemeen. En heel gemeen. En proberen onszelf een schop onder de kont te geven. Ja. Maar dan kom je dus vast te zitten in de drive mode, de doen-modus. Ja. En je gaat dus van de bedreigingmodus naar de doen-modus. En dan heb je het gevoel van geen controle. En dan ga je nog erger in de bedreigingmodus. En dan ben je continu aan het pinnen tussen die twee. Dat is gewoon heel vermoeiend. Ja. En dan vergeet je het feit dat hetgene wat je nodig hebt om eruit te halen, is juist de kalmerings. Modus. Ja. Dus ik probeer juist dingen van me af te schrijven dan, om juist mezelf te kalmeren. En daarbij heb ik een stappenplan die ik volg, dat heet zelfcompassie, en dat kan je opzoeken online. En dat begint bij soort van identificeren met wat er in je omgaat. Ze noemen dat acceptatie. Mm-hmm. Ik heb gewoon letterlijk een lijstje van vragen die ik gewoon invul, waarbij de eerste vraag is, wat gaat er in je om? En de tweede vraag is, door wat voel jij je bedreigd? Oh ja. En omdat ik dus zelf persoonlijk heb meegemaakt hoe het is om vanuit mijn ouders om geld te hebben, arm te zijn, zeg maar, heb ik ook best wel veel financiële angst, wat ik heel vaak voel. En dat probeer ik dan te identificeren. Dan schrijf ik ook van, ik voel me angstig omdat ik het idee heb dat we te veel kansen mislopen. Of niet goed financieel de dingen benutten. En dat creëert een risico dat we moeten blijven werken tot onze 70ste, zeg maar. Het klinkt heel stom, maar dat zijn dingen waar ik echt heel druk om kan maken. Maar dat dus opschrijven is dus dan stap 1. Stap 2 is normaliseren. En dat houdt in dat je beseft dat jij niet de enige bent die dat heeft. Ja. Zeker. En dat je zelf niet de schuld geeft van, waar maak ik me zo druk? Ik ben zo'n lul dat ik me zo druk maak. Maar heel veel mensen maken zich druk waarschijnlijk voor hetzelfde ding dat jij dat maakt. Ja, en vroeger dacht ik ook van, ben ik nou de enige die zich constant zo voelt, die de hele dag zo aan stressen is, of die al die, ben ik de enige van de stemmetje in mijn hoofd? Dat dacht ik vroeger altijd wel eens. Ja. Maar dat hebben we volgens mij bijna allemaal wel. Ja, precies. Ja. En de laatste stap is dan gewoon een soort van, het derde stuk is aardig zijn tegen jezelf. Wat voor aardige dingen kan je tegen jezelf zeggen. En het laatste is, zijn er bepaalde dingen die je zou kunnen doen waardoor je je beter zou voelen. Ja. Dus even rustig naar buiten lopen, even ademhalen. Ja. Oké. Okay. Dat zou ik dus ook aanraden als je niet goed voelt in deze tijd. Want dat helpt mij heel erg. Ja, niet eens alleen in deze tijd, maar... In het algemeen, als je angstig of bedreigd voelt. Ja. Ik kan, wat ik misschien kort kan delen, is mijn sollicitatiegesprekken voor mijn nieuwe baan zijn heel erg intens geweest. Mm. En juist met iemand die heel erg angstig is, ben ik ook echt iemand die slaaploze nachten heeft voor dat soort dingen. Mm. En ik heb het geluk dat ik er super goed in ben en dat ik wel echt home runs kan slaan en zo'n dingen. Dus als het erop aankomt, red ik het wel. Ja. Maar nog steeds, ook al heb ik zoveel sollicitaties gedaan in mijn leven en ik ben er echt super goed in. En dan heb ik heb gewerkt bij bedrijven zoals Google. En zo, waar je echt de strengste of de moeilijkste sollicitatieprocessen hebt, bijna in de wereld. Ja. En daarbij weet ik dat ik er doorheen ben gekomen. En nog steeds ben ik even bang voor zo'n gesprek als de eerste keer dat ik in mijn leven sollicitatie heb gehad. Ja. En juist op dat soort momenten hebben die dingen me heel erg geholpen. Ja. Om me in balans te houden. Mooi om te horen. Ik hoop ook wel echt dat mensen daar iets aan hebben. Want ook soms, bijvoorbeeld soms beweging of als we... Ik heb dat ook soms dat ik me gewoon gestrest voel of iets. Dan helpt het bijvoorbeeld gewoon er heel even naar buiten te gaan en een rondje te lopen. Ja. En zelfs dat kost soms al zoveel moeite. Maar als je dan eenmaal geweest bent, dan helpt het me gewoon een keer wel. Ja, en als je slecht voelt, wil je nooit die dingen doen die je goed zijn voor je. Dat zijn de momenten waar het minste zin hebt. Ja, om naar buiten te gaan, om echt adem te halen, dat wil je dan gewoon niet. Ja, nou, ik denk dat we langzaam moesten afronden.
Het is wel mooi, want ik denk dat heel veel onderwerpen die jij in je podcast wil bespreken, die hier al, dat die hier al steeds aangehaald worden. Ik heb nog een vraag, dus misschien klinkt misschien zweverig. Maar uiteindelijk hebben we het altijd vaak over geluk. Ik voel me niet gelukkig, ik wil gelukkig worden, snap je? Ik wil gelukkig zijn. Wat is geluk voor jou? Wanneer voel jij je gelukkig? Wat is dat ook jouw doel in het leven? Gelukkig zijn? Je gelukkig? Ja, uiteindelijk wel. En ik ben heel erg miskijkend geweest in wat geluk was. Ik dacht vroeger altijd dat geluk heel veel zat in dingen zoals succesvol zijn, geld hebben, gewaardeerd worden door mensen, etc. Als ik nu een soort van terugkijk, heb ik best wel een goed idee wat geluk wel is. Oké. Okay. Eigenlijk voor mij bestaat geluk uit 5 of 6 dingetjes. Okay. Als je dat kort kan toelichten. Ja. Fysieke en mentale gezondheid zijn belangrijke onderdelen van geluk. Dat je daar mee bezig bent of dat die optimaal zijn? Dat je daaraan werkt. Oké. Okay. Dat je daar gewoon mee bezig bent. Dat je lichaam gezond is en gezond houdt. Ja. Dat je mind gezond houdt. Ja. Het is heel moeilijk om gelukkig te zijn wanneer je bijvoorbeeld miljardair bent, maar je bent ziek in bed. Ja, precies. Dat is dat. Ja. Weet je, dan dat zijn hele core dingen die je makkelijk voor granted kan nemen. Die je voor granted zeker. Oké. Okay. Het derde wat ik zou zeggen, dat is een soort van jouw relatie tot mensen in de wereld. Mm-hmm. Dus hoe jij omgaat met anderen en dat je een soort van loslaat van dat je goedkeuring nodig hebt van mensen. Ja. Maar dat je een soort van echt met mensen kan opgaan op een compassievolle manier vanuit jezelf. Ja. Zonder dat je dingen van hen verwacht of terugverwacht. En dan ook de relaties die je op zo'n manier bouwt met mensen, de community, et cetera. Ja. En ik denk dat de derde belangrijke gedeelte is van geluk. Mm-hmm. Het vierde, dat dacht ik dan dat was dan succes of geld of rijkdom. Maar wat het is in essentie is vrijheid. Ja. Dat je niet meer dat je of doet wat je echt leuk vindt, een groot gedeelte van je tijd. Ja. Best wel zeldzaam, ja, denk ik. En als dat het niet is, dat jij niet meer heel veel van je tijd hoeft te ruilen voor geld. Ja. En dat je in plaats van daarvan zit in een situatie waarbij geld geen issue meer is. Dat je niet meer hoeft na te denken over de rekening die je moet betalen. En dat je juist in plaats van dat geld iets is van dat moet je verdienen om rond te komen. Dat geld of middelen iets is wat je hebt om in te zetten om dingen te doen die je wilt. Ja. Om dingen te exploreren die je wilt. Ik denk dat die vrijheid. Financiële vrijheid. Ja. Die vrijheid, financiële vrijheid noemen mensen dat wel. Ja. Dat is denk ik de vierde echt kernende gedeelte van geluk. Ja. En het laatste denk ik dat zit in de relatie die je hebt. Ik denk dat je relatie met je partner of het hebben van een partner ook een super belangrijk onderdeel is van geluk. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen zijn eigen behoefte heeft erin. Je hebt best wel mensen die kunnen prima gelukkig zijn zonder partner. Ja. En je hebt ook mensen die denken dat ze prima gelukkig kunnen zijn zonder partner. Ja. Maar als ze zichzelf gewoon echt kennen en beseffen wat ze nodig hebben, dat dat dan niet zo is. Je hebt ook mensen die gelukkig kunnen zijn met meerdere partners. Iedereen heeft zo zijn eigen. Het is het belangrijkste dat je ontdekt wie jij bent en wat bij jou past. En vervolgens dan hebben van een goede relatie waar je bij aan werkt. Ik denk dat dat super belangrijk is. En dat eigenlijk het gedeelte kinderen. Mm-hmm. Dus daar denk ik ook, zit je daar ook onderdeel van. Ja. Maar het zijn eigenlijk de belangrijkste mensen om je heen dat goed werkt. Ja, en ik kan me zo voorstellen. Ja, ik probeer soms ook een beetje te denken hoe ik naar dingen luister en de gedachte die ik daarbij kan hebben is dat bijvoorbeeld jij nu een relatie, dat als er nu misschien iemand kijkt die graag een relatie wil hebben, dat dan die dan denkt, shit, weet je van, maar stel ik vind niet iemand met wie ik die klik heb, kan ik dan niet gelukkig zijn of, snap je, dus. Ja, dat is wat ik bedoel, iedereen daar is anders in en ik zou hopen dat je als persoon het meeste geluk uit om dat
niet te hebben. Ja. Maar ik denk dat het gewoon heel erg per persoon verschilt. Het betekent niet dat je, als je aan die andere dingen werkt, zou je waarschijnlijk al heel gelukkig zijn. Ja, dit is voor mij het totaalpakket. Ja, en voor jou inderdaad. Ja. Van geluk. Ja. En wie weet is 70% daarvan goed genoeg. Ja. En dan ben je met een relatie erbij, in plaats van dat je basic gelukkig bent, of goed gelukkig bent, ben je geweldig gelukkig. Ja. Er zijn een beetje die verschillen. Maar het is maar een relatie hebben is wel van grote invloed. En dat zeg ik ook, omdat een slechte relatie hebben ook alles ook niet een hele gaat, grote invloed heeft. Alles niet kan gedaan worden. Eigenlijk zijn al die dingen die ik noem, als je die niet hebt, kunnen ze heel ongelukkig maken. Dus als je ze wel hebt, zijn ze onderdeel van wel gelukkig zijn. Mooi. Wat een sprankelende wijsheid. Ja, dat is wel mooi gezegd. Oké. Nou, ik weet al waarmee ik wil eindigen. Maar, ja, dit is misschien een beetje random, omdat jij het niet bent. Maar ik wilde zeg maar ook gewoon vragen of jij een vraag voor mij hebt. Dat is nu misschien een beetje gewoon in het kader van wat we besproken hebben, wat we willen meegeven aan mensen die luisteren. Het hoeft ook niet hoor, maar... Het mag. Wat betekent voor jou geluk? Nou, waarom gelijk die heftige? Ja, als je mij een moeilijke vraag stelt, krijg ik ook geen geluk. Nu hebben wij geluk. Grapje, met mijn eigen geluk. Kun je de andere vraag doen? Nee, ik kan. Ik vind dat jij echt hele mooie antwoorden op alles geeft. Dat kan ik nooit zo goed voor mijn gevoel. En ik kan het ook niet zo goed omschrijven, denk ik. Maar geluk is bij mij meer gewoon een soort van gevoel. Het is echt iets wat ik voel. En als ik zo naar de onderdelen luister die jij net noemde, denk ik, oh ja, nou dat is inderdaad geluk. Maar ik denk bij mij is het. Lastige. Ik denk echt. Één onderdeel daarvan is denk ik echt mezelf accepteren zoals ik ben. En ook echt mezelf kunnen zijn. Dat is bij mij echt totaal niet vanzelfsprekend. Nou, zoals jij wel weet. Maar het is bij mij echt niet... weet je, we hebben het net ook gehad over wat andere mensen denken. En voldoen aan een bepaald beeld van de maatschappij. En ja, ik denk als ik gewoon echt mezelf kan zijn. Zonder me steeds druk te maken wat andere mensen denken. En ook echt handel vanuit mezelf. Dat is, dat zou voor mij wel echt... geluk betekenen en een bepaalde mate van vrijheid. Dat is eentje die ik niet zo lang geleden voor mezelf heb ontdekt, maar gewoon de vrijheid en daar zit ook financiële vrijheid in om het is gewoon echt om meer op je eigen terms te kunnen leven, zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat je daar gewoon veel vrijer in bent. Ik vind dat we leven nu toch, een sleur is natuurlijk het juiste woord, maar het is heel erg, oké, je werkt, je hebt gestudeerd, je neemt zeg maar een baan op basis van je studie en je gaat dan fulltime werken. Ik ben bijvoorbeeld zo iemand die, ik vond het al heel moeilijk, ik ging 40 uur werken en het was voor mij niet juist om 38 uur te werken of 36 uur, want... Waarom? En dat hoort niet. En terwijl dat kan me juist veel meer geluk opleveren. Dus echt wel een stukje vrijheid. En wat heb ik genoemd? Ik zou het bij jou noemen leven on your own terms. Ja. Want jij bent ook heel erg opgevoed met, of heb je heel erg meegekregen vanuit de cultuur en de omgeving van hoe het hoort te zijn. Terwijl niet past bij jou wie je echt bent. Nee. Als persoon. Ja, inderdaad. Dus dat. En ja, ik ben wel echt een familiemens. Ja. Dus daar zit voor mij ook echt geluk in. En ik heb het over mezelf gehad, over een bepaalde vrijheid. Maar ook echt, ik had gewoon heel gelukkig worden van mensen om me heen. Mensen om wie ik heel veel geef. En daar hoor jij natuurlijk bij. Dus gewoon, we hebben een relatie gehad. Dat is een heel groot onderdeel daarvan.
Maar ook gewoon echt mijn ouders, weet je, mijn zus, gewoon vrienden, familie. Dat, ja, die gezelligheid, die liefde, vind ik echt heel belangrijk. Het is ook gewoon een heel groot gedeelte van mijn geluk. Ja. Ik denk, ja. Ik had daarnaast nog twee bonusvragen. Maar het is dus één vraag. De bonusvraag is... Dit is geen interview naar mij toe. Even de bonusvraag. Wat vind jij het leukste aan mij en wat vind je het hinderlijkste aan mij? Oké, omdat het om jou nu gaat. Oh god. Oké. Zoveel hinderlijke dingen zijn er. Hinderlijk. Moet ik daarmee beginnen? Nee, wat ik heel hinderlijk vind. Ik praat zoveel en zo dan. Ik snap je. Ja, ik denk dat ik heb er soms heel veel moeite mee juist als je zo in je eigen hoofd zit. Omdat ik juist heel anders ben. Ja. Ja, het is gewoon heel lastig. Dat, dus het is voor mij moeilijk om je daarin te onderbreken. En je zit heel vaak in je hoofd. En ook de gedachten die je dan hebt, om als je eenmaal in je hoofd zit, is het heel moeilijk loslaten voor jou. Dus als jij zegt van nee, dit is zo, dan is het ook zo. En dan is het heel moeilijk om daar tussenin te komen. Ja, ik denk dat, ja, misschien is dat ineens per se het hinderlijkste, maar wel een lastige. Hinderlijk, ja, zoveel. Zoveel. Als ik iets vraag om te doen, is het, ja, ik ga het zo meteen doen. Ja, ik ga het morgen doen. Ja, en ik denk, doe het gewoon nu. Vind ik ook een hele hinderlijke. Maar dat is denk ik, wat ik net noemde, is denk ik wel een hele lastige. Misschien wel een hele lastige voor mij. Wat voor het leukst vindt aan jou? Wat bewonder je het meest? Aan mij, als persoon of zo. Nou, ik vind dat wel dat nog wel verschillende vraag hoor. Wat ik het leukst vind is, ja, dat is eigenlijk je, nou, ik wil niet zeggen je humor, want dat omschrijft niet alles, maar gewoon hoe je bent. Je bent gewoon kind. Ik kan het ook niet eens uitleggen, gewoon, je bent gewoon een leuk, gezellig, grappig persoon. Gewoon dat ze gewoon opeens random lelijke geluiden gaat maken. Of lelijke dansjes doet. Of ja, ik weet het niet. Het is gewoon, dat vind ik gewoon heel leuk eigenlijk. Vind ik het stom? Oh. Nee, ik snap het wel. Ja, nee. Ik vind het ook heel leuk aan mezelf namelijk. Dat is fijn. Fijn om te weten. En wat ik bewonder is juist de andere kant. Dat is, maar sowieso hoeveel je bezig bent met aan de ene kant zeg maar zelfontwikkeling. Want ik heb ook heel veel van jou geleerd door dit soort dingen. Of ik mezelf ook veel meer dingen gaan proberen. En een andere is juist hoe je mensen helpt. Hoe je mensen wil helpen. Daar heb ik echt heel veel bewondering voor. Dus dat is echt, ik weet het gewoon. Het is ook, nou ja, een van de redenen dat ik je wilde vragen hiervoor, ook al was het makkelijk om gewoon hoeveel ronden met je te doen, is dat je weet gewoon heel veel. Je hebt heel veel geprobeerd, je hebt heel veel gelezen. Dus, en je vindt het ook leuk om anderen daarmee te helpen. Veel meegemaakt. Ja, dat is voor mij zo vanzelfsprekend. Heel veel meegemaakt. Dus, ja, dat doe je ook gewoon echt oprecht. Je bent oprecht. Dus eigenlijk net zoals ik het ongevraagd. Want je gewoon, je wil echt van iemand helpen. Dus dat, ja, dat bond ik denk ik wel. Lief, hè? Super lief. Ik voel me vereerd. Ik deed het al niet zo sarcastisch omdat de camera aanstaat nu. Nee, ik weet het graag. Maar kijk, wij kennen elkaar. Deze gesprekken hebben zeg maar in een andere context ook gewoon met elkaar. Dag en nacht met elkaar. Precies. Nou, dan wil ik afsluiten, maar ik wil graag positief afsluiten. Wacht, dan zijn we daar. En, nou, deze doen we ook wel vaker.
kijkt nu echt zo van, wat ga je doen? Nee, weet je wat ook wel vaker is, gewoon dingen opnoemen waar je dankbaar voor bent. Ja. En dus ik wilde gewoon vragen of je kort, zonder hele lange toelichting, gewoon 5 dingen nu kan opnoemen waar je dankbaar voor bent. Het hoeven geen grote dingen te zijn, het mag bij wijze van die kop thee zijn die hier staat. Maar gewoon 5 dingen, wat gewoon nu in je opkomt, waar je gewoon dankbaar voor bent op dit moment in je leven. Ja, eerst wat in me opkomt zijn de simpele dingen die je snel voor granted neemt, zodat je kan zien, horen. Mm-hmm. Dus dat lichaam. Dus je lichaam de basic dingen, dat de basic dingen doet die sommige mensen niet kunnen. Ja. Dat is eerst wat in me opkomt. Ja. Voor jou ben ik heel dankbaar. Ja. Maar dat is heel erg cheesy om te zeggen. Mijn moeder ja. En familie in het algemeen, mensen om ons heen, komt heel erg in me op. Ja. Ik ben ook heel erg dankbaar voor wie ik ben, een soort van de positieve kwaliteiten die ik heb. Ik heb heel veel. Ik heb heel veel slechte kwaliteiten, maar dat gedeelte voor mij is een soort van die vrolijke energie en dat soort van zoekende en op zoektocht uitgaan, dat heeft voor mij echt een groot verschil gemaakt. Ja. In mijn leven en ik heb dat. Ja, vrolijke energie, dat is inderdaad wat ik net bedoelde, dat was ik heel leuk van mij. Ja. Dus dat ik dat heb, dat ook al in hele moeilijke tijden is altijd wel een lichtpuntje. Ja. Bij mij om te vinden. Ik denk dat daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja. Ja, ook heel veel, gewoon voor de kansen en mogelijkheden die er zijn, die ik heb gehad, voor wat ik heb gekregen. En die er ook allemaal nog gaan komen. Dus, volgens mij was dat 5 toch? Oh, dat is 5. Ja. Dit is echt een fucking bijzondere tijd. En door corona en zo lijkt het allemaal heel erg slecht en negatief. En dat is ook zo. Mm. Maar omdat de wereld verschuift en verandert, zijn nu gewoon dingen aan het gebeuren en kansen. En kun je ook op een bepaalde manier je leven weer herontdekken. Ja. Voor de mensen die natuurlijk de gezondheid hebben om dat te kunnen doen. Dus dat wil ik ook vooral tegen iedereen zeggen is van kijk om je heen. En kijk naar wat het je ook allemaal kan brengen. Of wat voor nieuwe dingen je kan doen omdat deze unfortunate circumstances er zijn. Ja. Mooi. Zoals het beginnen van een podcast of dingen doen die je hiervoor niet zou willen doen. Mensen interviewen. Precies. Oké. Dat was het, denk ik. Oké. Dankjewel voor het komen, dankjewel voor je tijd nemen. Dankjewel voor de moeite die ik heb gedaan om hier deze kamer binnen te lopen en te zitten op deze stoel. Nou, we hebben wel moeite gedaan hoor, want we hadden net allebei gewoon joggingsbroek. En gewoon huiskleding aan, laten we het zo noemen. Mijn schoor helemaal. Dus in dat opzicht hebben we wel moeite gedaan. En dit was mijn eerste. Ik wil het gewoon interview noemen, gewoon mijn eerste gesprek. Ja. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik hoop dat jullie er ook echt iets aan hebben. Ik probeer zoveel mogelijk info in de beschrijving op te nemen. Als jullie nog vragen hebben voor Tony, laat het me dan weten. Heb jij al meer informatie over je podcast? Nee. Okay. Maar het komt eraan. Het komt eraan. Ik ben blij dat we dit nu zo doen, want dan ja, voel je misschien wat meer. Precies. Ja, het komt motivatie eraan. Om het te doen. En nogmaals, ik hou het heel simpel. Ik probeer dingen gewoon heel makkelijk te doen. Dus ja, het is misschien niet de meest optimale, mooie setting. Maar ik wil gewoon met mensen in gesprek gaan en gewoon beginnen. Iets aan hebben. Inderdaad, ja. Gewoon beginnen. Dus ja, nogmaals bedankt voor het kijken. En wat zeg ik altijd als afsluiter? Tot de volgende keer. Doeg! Best wel extra. Ja, extra veel gepraat. Echt, hoe lang is het eigenlijk? Zo, het is volgens mij echt heel lang.